Na jaren van onderhandelingen hebben NEC en de gemeente Nijmegen een akkoord bereikt over de verkoop van het Goffertstadion. De voorgenomen verkoop met een getaxeerde waarde van 4,5 miljoen markeert een belangrijke mijlpaal voor zowel de club als de stad. De gemeenteraad zal in het voorjaar de plannen bespreken, waarna de officiële overdracht gepland staat op 10 juli, mits de financiering rondkomt. Ik denk dat we allebei tevreden zijn. Dat we allebei water bij de wijn hebben moeten doen. Maar dat we allebei tevreden mogen zijn met de prijs die er ligt. En uiteindelijk, het heeft meer dan 6 jaar geduurd. Maar zeker de laatste 2-3 jaar. Ook de samenwerking met de ambtenaren. Het resultaat mag terecht zijn. Nou, er lagen een jaar geleden een tweetal taxaties. Zowel vanuit de gemeentezijde als vanuit de NEC-zijde. We hebben die twee taxaties zetten nog ver uit elkaar. Dus we hebben een hertaxatie laten doen. Daarbij is men ingegaan op welke dingen we nog beter zouden kunnen berekenen. En zo komen we uiteindelijk op dit bedrag uit. Dus dit is de echte prijs op basis van een onafhankelijke taxatie. Nu ontvangen we nog ieder jaar huur van NEC. Daar hebben we toch een financiële band met elkaar. En we vinden het eigenlijk veel gezonder om dat los van elkaar te maken. Zodat NEC in alle vrijheid zich kan richten op het voetbal en de exploitatie van het stadion. En uiteindelijk een stadion in eigen beheer is voor ons weer een kans om het ook te ontwikkelen. En dat betekent dat we meer inkomsten uit het stadion kunnen halen. En dat betekent uiteindelijk dat we financieel in de toekomst zelfstandig kunnen gaan worden. En dat is een van de doelen geweest na de promotie. Dat we binnen 10 jaar willen subtop, willen waarde op het veld. Maar we willen ook financieel stabiel worden en financieel onafhankelijk. En daar is een stadion en een ontwikkeling daarvoor heel belangrijk. Ja, als we die ontwikkeling echt gestalte kunnen geven, ja, dan zijn we in staat om meer inkomsten te genereren. En kunnen we ook gewoon meer doen aan het voetballen, maar ook misschien voor de omgeving. Als wij kijken naar misschien een medische invulling, maatschappelijke invulling, kantoren die daaraan gelieerd zijn. Congres- en eventcenter wat we willen toevoegen aan Nijmegen. Dus ik denk ook niet alleen voor de club, maar ik denk ook voor de stad en de omgeving dat we echt waarde kunnen toevoegen. Ja, want er liggen verbouwplannen op tafel. Hoe gaat dat er nu uitzien? Nou, er lagen verbouwplannen op tafel natuurlijk met woningen. Die zijn afgeschoten, die mochten niet doorgang vinden. Nou oké, dan zijn we weer opnieuw begonnen. Maar het belangrijkste ding was wel die prijs. Nou, die prijs is nu op tafel. En tegelijkertijd in de komende 6 maanden dat wij het geld proberen op te halen voor de koopsom, zijn we ook aan het kijken naar de ontwikkeling. Dus wat kunnen we binnen de normen? En daar gaan we de komende maanden ook proberen de eerste tekeningen onder te leggen. En ook te kijken naar een stukje financiering daarvan. Wat moet dat dan kosten? Het is nog onder voorbehoud van financiering. Hoe gaan jullie het bedrag bij elkaar krijgen? Veel praten, veel lobbyen met particuliere mensen. Banken die investeren niet in voetbalclubs op deze manier. Dus we zullen het echt op moeten halen bij particuliere mensen. Mensen met een NEC-hart. Mensen die ook niet onderstuit de kan willen hebben met betrekking tot rendement. En daar lopen de eerste gesprekken over. Nu we de prijs sinds korte tijd weten. En de komende maanden zullen we die gesprekken blijven voeren. En hopen we ook dat mensen mee willen bouwen aan NEC. En ook een soort legacy achter willen laten als persoon in Nijmegen, als supporter van NEC, om dit mogelijk te maken.